Beste allemaal, de gemeenteraad van Wormerland denkt na over de toekomst. En daarbij komen vragen in beeld als, willen wij zelfstandig blijven? Of is het beter om samen te werken? En zo ja, met wie dan? Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar uw mening. En daarom zijn we de straat op gegaan, om straatinterviews te houden. Wilt u ook meedenken over de toekomst van Wormerland? Neem dan contact op met de Griffie. En na de verkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad een besluit nemen. Ik wens u veel kijkplezier. Niet Zaanstad. Dan nog een voorkeur voor welke wel? Ja, dan zou het Oostzaan zijn. Er is geen Oostzaan of zo, is die er ook... zou ook wel kunnen. Vind ik ook wel een leuke plek. Beetje datzelfde gevoel, denk ik, Oostzaan. Ik denk dat met die, hoe het nou ligt... Het Wormerland wel meer beter met de Zaanstreek zou kunnen koppelen dan meer die andere kant op. Ik denk dat het meer samen heeft met zeg maar, die kant van Zaandam dan de kant van Purmerend. Dus, Nou, dan zou ik het hoger opzoeken dan eerder Alkmaar of Purmerend. Ja. Niet naar het zuiden, nee. Nou, Zaanstad niet. Misschien Purmerend. Maar ik heb geen voorkeur, dus. Ik denk bij de gemeente Purmerend en de omstreken. Want bij Zaanstad denk ik dat niet goed is, of financieel. En dan wordt het weer zo'n massale situatie. Nee. Dus het kleinschalige vind ik wel prettig. Nou, eigenlijk ben ik gewoon op tegen. Dus dat antwoord ga ik gewoon niet geven. Nee, eigenlijk geen voorkeur. Weet je, ja, kijk, ze hebben nou een samenwerking met Oostzaan. En ik vind, ja, dat zou mooi zijn als dat van de grond kan komen. Maar ik lees alweer dat er weer nodige problemen mee zijn. Dus, ja, dat, Nou ja, Zaanstreek dan, denk ik. Ja. Ja. Ja, als het liever niet, maar als het echt moet, dan liever Zaanstad, denk ik. Nee, ik heb geen voorkeur. Nou, ik denk dan Oostzaan, weet je, want dat is ook al vrij klein. Als dat met z'n tweeën komt, prima. Ja, toch wel Zaanstad natuurlijk dan. Ja, want vlakbij, ja. Ja. Nee, weet ik niet. Nou, in ieder geval niet Zaanstad. Dus, maar ik denk, dan zou ik meer zoiets hebben met Oostzaan of zo. Ja. Ik denk richting Purmerend toch, ja. Heemskerk vind ik altijd wel een gezellig plaatsje. Ja, Oostzaan dan. Of in ieder geval iets kleins. Dus we hebben natuurlijk al Wormerland, is natuurlijk al breder dan Wormer zelf. Maar ja, het moet niet te groot worden. En Zaanstad, ja, volgens mij is de gemeentebegroting daar ook niet zo lekker op orde. En in Wormerland hebben we daar ook wel wat problemen mee gehad. Ja, weet je, de gemeentebelastingen moeten natuurlijk niet te hoog worden. Dus dat dan ook wel weer. Ja, dat vind ik moeilijk, want dan zou je toch denken het liefst de meest aangrenzende gemeentes. Maar dat is lastig, want Oostzaan is dan ook nog zelfstandig natuurlijk, maar dat is best wel weg. Dat is niet heel handig. En Zaanstad ligt dichtbij, maar ja, daar willen we toch eigenlijk gewoon niet bij, hè? Volgens mij kan ik dat toch niet beïnvloeden, dus nee, dat maakt mij niet uit. Ja, Wormerland, Oostzaan, misschien Landsmeer, Waterland in ieder geval. En dan zal er nog waarschijnlijk wel iets bij moeten. En of dat dan een of Volendam is of Purmerend. Of misschien de hele andere uitstoek zou ook misschien nog kunnen. Maar dan ga je wel erg oversteken richting Alkmaar is te ver weg, denk ik. Of je moet bij de buurt gaan kijken, maar dan wordt het wel heel groot. En je moet niet zorgen dat het te groot wordt. Dan heb je geen slagkracht meer.